serie die u nu te kijken krijgt, nu te bezien krijgt, dat is een hele typische serie. Dat is een serie die ik zelf getekend heb. Naar aanleiding in de oorlog kon je niet meer buiten tekenen. En toen heb ik me dus in verbinding gesteld met het gemeentearchief en de platencollectie die er is in de prentencollectie. En toen dacht ik bij mij, ik moest er eens de stadspoorten gaan tekenen zoals ze, als ik ze gezien zou hebben als ik toen in die tijd geleefd had. En dientengevolge ziet u dan hier het resultaat ervan. De allereerste die ik nu laat zien, dat is de G-spoort. Bij het Zevenhuizen. Die G-spoort die is in 1589 gebouwd en 1866 is hij gesloopt. U ziet hier het aardige bruggetje, wat er toen was met de Amei, op de achtergrond de grote kerk en de vesting, de bastions van de vesting en het wachthuisje. Hier ziet u de boompoort. De boompoort die is gebouwd in 1581 en in 1865 gesloopt. U ziet de boompoort hier zo. De figuren heb ik er allemaal bij gefantaseerd die erbij staan. Zoals het schuitje op de voorgrond. De boompoort met de hoge brug en de douanehuisjes erop. De leugenbank op de linkerkant. De cafeetjes die er allemaal stonden aan de kant van het Zeggenes. Op de achtergrond de Amei van de poort. En rechts ziet u dan die molen, de oude runmolen. En dan ziet u daar de doorvaart naar de bierkade. Waarom heet het boompoort? Als 's avonds om 9 uur de klok geluid had, de poortklok, dan werden de poorten gesloten en dan werd daar voor die ingang van het water werd er een boom gelegd, waardoor de schepen er niet in konden varen. Dat kon natuurlijk wel wanneer ze toestemming kregen, maar in die tijd, 9 uur, werd het gesloten en dan moesten ze wachten tot de volgende morgen. U ziet hier het hele type. Het was er altijd heel druk, vooral in de Pinksterdagen. In de Pinksterdagen kwamen de zaankanten met hun speeljachten en die gingen dan naar de Alkmaarse Hout. Een beetje feestvieren en een beetje kermisvieren, was een kermisje ook bij in de Hout toen nog in die tijd. En dat was dan s'avonds kwamen die mensen weer terug. En dan gingen ze met hun jachten weer terug. Dat was daar een druk beweging. Je had er ook nog een beurtvaart liggen. U ziet hier een beurtvaartscheepje liggen. En dat was ook een druk. Daar was er verder op de achterlinker de leugenbank, dat heb ik genoemd. Omdat daar zaten zogenaamd de kaarridders. De lui die schepen losten. Die zaten daarin en er werden altijd erg sterke verhalen verteld. Waar natuurlijk veel meer minder waar van was. Als wel waar. Daarom van dien ook het leugenbank. U weet in de loop is dat ook nog zo'n ding. Het Nieuwlanderhek. Het Nieuwlanderhek is in 1575 gebouwd. In 1820 is het gesloopt. Het Nieuwlanderhek dat stond bij de Poppelmanslaan. Dus bij het Klein Nieuwland. Klein Nieuwland. Het was geen poort van betekenis. Maar het was hoofdzakelijk voor, ten behoeve van de warmoezeniers en de tuiners die hun tuinen hadden in het Overdiep. En in de tuinen die er allemaal in de Landstraat waren en die kant uit, er waren allemaal tuinen. En dan wordt het s'avonds, zomersavonds was dat poort nog laat open, omdat de mensen natuurlijk laat werkten. Maar de eigenaardigheid was ook, de andere poorten als het 9 uur was, dan moest je daar een stuiver betalen. En hier was het dan een halve stuiver. En de mensen die dat wisten, die liepen soms het hele stukje van de stad rond om die halve stuiver te verdienen. U ziet hier wel leuk. Rechts ziet u een houten molen, het was de Zwaan. Een houten standaardmolen is ook gesloopt. En u ziet de poort, was niet zozeer een grote poort. Er zat boven een valluik in, die zat er bovenop gebouwd. En bij eventuele bezetting of belegering, dan kon de valluik naar beneden. De Kennemerpoort. De Kennemerpoort, die is gebouwd in 1630. In 1867 is hij gesloopt. De Kennemerpoort was tevens ook gevangenpoort. U ziet hier de houten standaardmolen nog, voordat in 1769 de stenen molen gebouwd is, die er nu nog staat. Dat was ook met oog op het brandgevaar. De burgers die er vlakbij woonden, vonden dat altijd een erg gevaarlijk ding, dat houten ding. En daar later is er nog een stenen molen voor teruggekomen. U ziet hier rechts met de Amei. Elke poort had een Amei. Deze poort had een rechte lijn. Daar kon je zo de stad in lopen, dat was bij de andere poorten niet het geval. Die hadden een hoek van 45 graden. En u ziet een heel mooi wachthuis. Dat stond ook zo aan de kant van de poort. Het is een heel leuk stadsbeeld. De grote kerk op de achtergrond, dat ziet u ook.
stad Alkmaar is mooi geweest. De Schermerpoort. De Schermerpoort is in 1661 gebouwd en 1854 is het gesloopt. Dat was een zeer massieve poort, ook met een wachthuis ernaast, een ophaalbrug en een ook grote hamei. Op de achtergrond zit de molen die bij de Poortpoort stond. En u ziet dan ook het hele zware bouwwerk van de Keelpoort, met zandstenen figuren erop allemaal. En dat was dan de weg, de verbindingsweg naar het Heilige Land en naar de Schermer toe. Het Zevenhuizen, inderdaad Zevenhuizen, telt ze maar, Zevenhuizen staan er, met de Geestpoort op de achtergrond. De Geestpoort die is in 1589 gebouwd in 1866. En in het oude boek van een Alkmaarse burgemeestersdochter, daar kunt u dan lezen dat de schrijfsters, een Magdalene Pont, over de gezellige, intieme poort waar ze zoveel lieflijke herinneringen had. We zullen het verder erbij laten. Maar dat zal nog wel in het geheim van het meisje zijn geweest, dat ze er zoveel leuke herinneringen gehad heeft. En u ziet hier het oude Zevenhuizen waarvan alleen nu nog de 13 balken staan. Op de achtergrond ziet u het huisje van het Hofje van Paling en Foreest. En rechts ziet u dan de winkeltjes die er toen in die tijd waren. Het voorplan, dat is het stukje van de brug die over het Geestwater liep, wat in 1899 gedempt is.